Een snelle update van de camper ondertussen, of de ombouw van de Fiat Ducato naar camper. Ondertussen zijn we voor de tweede keer op reis geweest en een paar nieuwe aanpassingen gebeurd. Bij onze eerste vakantie bleek al snel dat de ruimte tussen deze deur en die bedconstructie, als die deur gesloten was, eigenlijk nog veel te groot was, waardoor dat je hier tussen kon vallen, of toch onze jongste dochter hier tussen kon vallen en ook materiaal kon verliezen daartussen. Dus de eenvoudige oplossing was gewoon die volumes naar achter plaatsen en dan maakt dat daar ook van voor meer ruimte creëren. Daarvoor heb ik die hoek wel er moeten uithalen. Hier deze hoek. En hier opnieuw verstevigd omdat hier dus een uitsparing zit. En ook aan de bovenkant zie je dat ik hier de hoek heb moeten afsnijden voor die uitsparing die eigenlijk, daar zitten de lichten, de achterlichten in gebouwd. Maar dan zie je wel dat nu die ruimte minimaal is. En dan kan daar niks niet meer tussen vallen. Aan deze kant moest ik een paar extra aanpassingen doen omdat eigenlijk de lattenbodem oorspronkelijk hier lag en dus hier tegenkwam. Dan heb ik de bed een klein beetje naar binnen moeten opschuiven, dat ik hier goed zit. En dat maakt dat ik aan deze kant een klein beetje ruimte verloren ben, maar zeker niet. Er is nog geen probleem. Hier passen nog altijd coverboxen. Hier zitten momenteel coverboxen naast het bed. En op termijn komt daar een betere oplossing. Maar de voornaamste aanpassing voor deze vakantie was eigenlijk, of deze trip was eigenlijk de 230 volt en 12 volt aansluiting dat we voorzien hebben. Dus dat is een kabel om de camper aan te sluiten op 230 volt. En die aansluiting zit hier. Dus dat is zo'n typische aansluiting. Normaal gezien in de buitenkant van een camper wordt aangebracht. Wij hebben dat nu binnen voorzien. Dus de deur moet nog wel openstaan. En eigenlijk wat dat doet is naar een zekeringkast gaan. Die zie je hier. Daar zit een stroomlekschakelaar in. Zoals hij in een badkamer zit voor 30 mA. En een zekeringsautomaat. Dan daarachter. Daarnaast eigenlijk, dat blok is een druppellader voor onze 12 volt accu. Dat is die lader is een Optimite, omdat ik die had van mijn motor. En de accu is een 12 volt Optima 75 ampère accu. En dat zijn nog extra 230 volt aansluiten waar nu zo voorlopig een verdeeldoos in zit voor extra aansluitingen. De 12 volt gaan naar dat zekeringkastje. Dus waar het al zichtbaar is, daar zitten van die autozekeringen in. Zodat alle kabels voor de 12 volt kant ook gezekerd zijn om brand te voorkomen. En hier zit een massaschakelaar voor het 12 volt systeem om dat aan of uit te schakelen. Voor de rest, dus het keukenblok is eigenlijk zoals je ziet, komt ongeveer bijna tot in de helft van de opening. We hebben bovenaan dus een werkblad en multiplex plaat die ik op maat gezaagd heb. Het is geen mooi afgewerkt materiaal, maar daar komt op termijn nog wel een schone werkblad op. Je ziet dat ook met dat ruw denhout de constructie gemaakt is en waarbij dat ik de stukken waar dat ik geen toegang toe nodig heb, dat zijn dus die stukken, heb dichtgewerkt met overschotten van dat materiaal. Dat zijn zo'n lichte meubelpanelen. Voor de rest zit daar ons draagbaar toilet in. Dat kunnen we er gewoon uitschuiven om te gebruiken. En de gas- en spoelbakcombinatie dat je hier ziet, daarvan hebben we een gastoevoer aan de hand van deze twee flessen. Die kunnen we gemakkelijk toe en open zetten met dit ding. En zolang dat we dat niet gebruiken, is dat voor de veiligheid altijd gesloten. We hebben er twee, omdat als de ene leeg is, kunnen we die gewoon omwisselen met de andere, die dan vol is. En dan kunnen we die andere zo snel mogelijk terug gaan vullen of omruilen. Dus dat is voor het koken. Nu, we hebben niet veel werkblad niet meer over. Je kunt wel hier een plankje in leggen om je werkblad te vergroten op die manier. Maar wat we in de praktijk meestal deden is met een klaptafeltje. Zoals dit ding, dat is eigenlijk de klaptafel van de jongste.
En als je de poten niet uitklapt, kun je dat op je bed leggen en heb je hier extra werkblad. Voor de rest hebben we water via 12 volt dompelpompje en dat krijgt contact als we hier, als die klik die hoorde is het contact dat naar de pomp gaat. En dan heb je nog de debietregeling. Pompen is een 12 volt pomp, 10 liter per minuut is denk ik, en die zit hier in de bidons. Je ziet hier als het goed is twee bidons. Eén bidon is voor het proper water en de andere bidon is voor het vuilwater. Aan de buitenkant hebben we toegang tot die bidons. Dus hier zie je die beter, dat zijn die bidons, dat zijn 17,5 liter bidons. Dus de afvoer komt in deze uit en in de andere wordt water opgehaald via de dompelpomp die we hier in actie zien. Voor de rest hebben we hier binnen nog een controlepaneel met een voltageaanduiding, en hier staat dan voorlopig nog hoeveel percentage dat de batterij geladen is op basis van percentage. Het schommelt nu rond het 12,6 en dat is dan tussen de 80 en de 100%, dus rond 90% batterij nog. Ik heb nog een tweede 75 ampère accu, maar die zal ik voorlopig nog niet aansluiten. Eigenlijk de enige verbruikers die we nu hebben is dat kraantje, eventueel batterijen die we opladen van de camera en van de telefoons via die USB aansluitingen 5 volt, en aan deze kant hebben we een 12 volt aansluiting. En die 12 volt aansluiting gebruiken we voor onze coolbox en dat zijn eigenlijk onze verbruikers op dit moment, dus niet echt veel. Daar hebben we nog wat opslag voor, zoals een toiletpapier en producten voor de wc. En dat is ons keukenblok. De eerstvolgende aanpassing die er nu aankomt, ja, dat is trouwens een van die curverboxen die naast het bed passen eigenlijk. Op die manier. En een van de volgende aanpassingen is van hier een rek te plaatsen. Wat dan, waar dat we dan schappen hebben voorzien, zodat we daar nog kleren en zo kunnen opslaan, waar dat we heel makkelijk aan kunnen. Aan die kant van het bed hebben we daar meer dan genoeg ruimte voor. Aan de andere kant is er minder ruimte voorzien. Zo, dat was het. Dus tot binnenkort. Als ik een demo geef of een filmpje maak van die rekken, dat zal de volgende video zijn.